y'all. Let's rock. In Nederland zijn meer fietsen dan mensen. 6 miljoen Nederlanders fietsen regelmatig voor de sport of zomaar voor de lol. In een land waar elke inwoner gemiddeld 1,24 fietsen heeft, is het de hoogste tijd voor het stalen ros. Met voormalig wereldkampioene en Tour de France winnares Leontien van Moorsel en razende reporter Bas Theeman. Strand, veel te veel wind en een fiets. Hollandse kan niet. Ga je gang. En met deze fiets ga ik zo meteen de Egmond strandrace rijden. En zoals je ziet, ben ik er helemaal klaar voor. Maar we gaan eerst nog even naar Tilburg, want de gemeente en de fietsbond liggen met elkaar overhoop. Er is een stallingsprobleem. Fietsen mocht al niet in het centrum van Tilburg, maar nu mag je fiets er ook al niet meer stallen. Volgens de gemeente leidt het stallen van fietsen namelijk weer tot het rijden op fietsen en dat is gevaarlijk voor voetgangers. Onzin, vindt de fietsersbond ENFB. Bovendien, waar moet je dan heen met je fiets? Mevrouw, weet u misschien waar ik fiets kan stallen? Kan stallen? Nou, weet u wat het is? Ik wil eigenlijk wel daarheen, gewoon bij de winkels, maar dat... Nee, meneer, dat is allemaal veranderd. Waar ga jij je fiets al neerzetten? Waar ik mijn fiets neerzet? Ja, gewoon, dat is niet de fiets hier zomaar... Voor de winkel. Oh, jij mag dat wel? Ja. Dus iedereen in Tilburg zegt gewoon tegen de gemeente van leuk voornemen, maar... Ja, wij doen het gewoon, ja. Een fietsenstalling. Een fietsenstalling. Dat ben je verkeerd, denk ik. Wild parkeren of je fiets meenemen lijken de enige oplossingen. Maar waarom heeft de gemeente eigenlijk tot deze verordening besloten? Wij in Tilburg willen wij niet dat er in het centrum voetgangersgebied gefietst wordt. En ook in fietsen gestald worden, omdat dat leidt tot fietsen in het winkelcentrum. En dat vinden wij gevaarlijk voor de voetgangers. Stallingsverbod is niet nodig. Het wordt eigenlijk ingesteld om de veiligheid van de voetganger te verhogen. Maar wat is er nou op tegen om je fiets naar 100 meter verderop te moeten zetten in een mooie bewaakte stalling, misschien zelfs overdekt? Ja, nou, daar is niks op tegen. Dat is eigenlijk heel goed voor mensen die dus bijvoorbeeld 's avonds het centrum bezoeken. Of die een hele middag gaan winkelen. Maar mensen die gewoon eventjes een boodschap komen doen. Die zou je niet moeten lastigvallen met de verplichting om een kelder in te gaan. Of een speciale plaats te zoeken. Die moeten zo kort mogelijk op hun plaats van bestemming komen. Uiteindelijk moest de gemeente Tilburg in een rechtszaak haar ongelijk toegeven. Fietsen mogen weer gewoon in het centrum bij de winkels worden gestald. Waarom ben je op de fiets? Ja, anders moet ik lopen. Even wij op de fiets zitten. Ja. Dat we sportief zijn. Ja.